Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag donderdag 24 februari. Laten we zo stoetjes aan uit de vijfde golf klauteren is te merken aan het percentage voor wat het aantal positieve betreft, maar ook aan het reproductiecijfer. Ook een sterke afname voor wat betreft de ziekenhuisopnames. Laten we even kijken hoe de cijfers op de COVID-19 dashboard eruit zien het afgelopen etmaal. Het afgelopen etmaal zijn uit de 345 swaps die zijn afgenomen 55 mensen positief getest en 290 mensen negatief. Dat brengt het besmettingspercentage op 15,9%. Het reproductiecijfer staat het afgelopen etmaal op 0,59. Alleen voor de maand februari staan er in totaal 4.166 mensen die besmet zijn geraakt. Er staan voor het afgelopen etmaal geen doden genoteerd. Op de intensive care units worden er momenteel 4 patiënten intensief verzorgd en 21 patiënten zijn opgenomen in de zorginstellingen. De meeste besmettingen vinden plaats in Wanica, gevolgd door Paramaribo, Nikeri en Komowene. Het vaccinatieproces is over een andere boeg gegooid. De grote vaccinatiecampagnes worden niet meer gehouden. Momenteel wordt er gefocust op de mensen die slecht ter been of bedlegerig zijn. Daarvoor is de vaccinatiemobiele unit opgezet die deze groep mensen tegemoet komt. Dat zegt dokter Filemon van de vaccinatiemobiele unit. Een week of twee geleden hebben we een pilot gedraaid. We hebben eerst enkele collega's gevraagd om te kijken als zij mensen op hun poli hebben, mensen in hun omgeving die ze willen laten prikken. En een week daarna hebben we dan een flyer uitgebracht via NCT op de website om dan met de telefoonnummer de mensen konden bellen. Of nou, eigenlijk meer sms'en of appen. Want je snapt, als heel Suriname dat nummer heeft en iedereen tegelijkertijd begint te bellen, dan ga je boze mensen krijgen die vinden dat wordt nooit opgenomen. Dus het is handiger als er een sms'je of een appje wordt gestuurd. En dan neemt iemand van het team contact met ze op welke dag we langskomen en hoe laat. Het vaccinatieproces is niet gestopt. Je hebt over een ander boek gegooid nu. De grote campagne is een beetje heeft zijn plateau bereikt. En de belangrijke groep zijn de mensen nu, die vooral de grote groep mensen thuis die niet naar de vaccinatiesites kunnen komen. Bij de mensen die in rolstoelen zitten, slechter been, iets oudere mensen die begeleiding nodig hebben. Het is vaak een heel gedoe om ze het huis uit te krijgen, de auto te plaatsen, te brengen naar de site. En dan over enkele weken voor een tweede prik en dan nu ook een booster erbij. Dus het is vaak heel moeilijk voor deze groep om dat te doen. Dus we hebben dan gemeend om dan met de mobiele unit naar ze toe te gaan. Thuis of waar ze ook mochten verblijven. Over de bereidwilligheid om zich te laten vaccineren zegt dokter Filemon dat de grote groep mensen al gevaccineerd zijn. Dat zijn de mensen die bereid waren zich te laten vaccineren. De groep die nu aan de beurt is zijn de mensen die toen nog twijfelden en de mensen die willen reizen. Het gaat niet om bereidwilligheid, denk ik nu. Het gaat gewoon om die grote groep hebben we gehad. En dat is ook de groep die voor een boosterprikje komt. En enkele mensen die een eerste prik of een tweede prik nog nemen. Maar we hebben zo'n beetje in het land zo'n plateau bereikt waarbij de mensen die echt wilden vaccineren, allemaal zijn gevaccineerd. En de anderen die het nu doen, zijn misschien de mensen die nog geen 12 jaar toe waren. Of vanwege ziekte het nog niet konden doen. En ook de mensen die het eerst niet wilden, maar vanwege het feit dat ze willen reizen, dat ze dat moeten doen. Dus dat is de groep die nu komt. Onze gezondheidsminister Amara Madin zegt over de bereidwilligheid bij de mensen dat men niet over voldoende informatie beschikt. De mensen moeten beter gemotiveerd worden en de meest ultieme plek om de juiste informatie te halen is bij de huisarts. Maar ook de geestelijke leiders kunnen mensen motiveren zich te laten vaccineren. Aan de bereidheid van vaccinatie, dus de bereidheid is een besluit. Op een gegeven moment neemt iemand een besluit, oké, ik ga vaccineren. Wat bepaalt natuurlijk dat moment? Ja. En hoe komt een persoon tot zo'n besluit? Heel belangrijk is die centrale informatie. Dat komt vanuit de overheid. Maar u weet ook, met een heleboel bewegingen hebben we gehad dat die informatie die komt vanuit de overheid voor deze mensen al gekleurd is. Ja. En dat betekent dat het al een bepaalde bedoeling zou hebben. Dus ze sluiten zich een beetje af van die informatie. Dus je moet ook naar strategische groepen gaan. Ik zeg niet dat dat niet eerder heeft plaatsgevonden. Maar bijvoorbeeld de huisarts is bij wijze van spreken de meest ultieme plek of de persoon die een patiënt moet gaan motiveren,
moet gaan uitleggen van luister, COVID-19 is serieus. Wil je er niet, wil je geen consequenties ondervinden of ziek worden en andere besmetten, dan zou je wel moeten gaan overwegen om nu wel te gaan vaccineren. Het is een preventable disease. Dus je kan het voorkomen. Precies zoals je met bij malaria, vroeger malaria pillen en moest gebruiken. Precies zoals je bij dengue onder een klamboe moet slapen. Precies zoals je bij HIV voorbehoedsmiddelen moet gebruiken. Beschermingsmateriaal, beschermingsmiddelen. Precies zo kan je bij COVID-19 ook laten vaccineren. Precies zoals wij allemaal, u en ik, maar ook kijk, vele personen in Suriname als baby ook prikjes hebben gehad om je te beschermen tegen kinderziekten, zoals gele koorts, mazelen en andere. Precies zo is er ook COVID-19. Dus we gaan nog meer vragen van onze gezondheidswerkers in die eerste lijn om dit ook mee te nemen. Een andere belangrijke groep die we moeten gaan targeten, dat zijn de geestelijke leiders. Dat zijn mensen die ook spiritueel ofwel aan huis zijn bij mensen, bekend zijn met mensen, op een persoonlijk niveau met mensen communiceren in probleemsituaties. Dat ook dit meegenomen wordt in die communicatie. Uiteraard moet je ook die mindset hebben bij die groep leiders om uiteraard toegang te hebben tot de rest. In Suriname hebben we nog geen 50% van de bevolking gevaccineerd. En dat is een zeer trieste zaak. En dat terwijl er zoveel vaccins ter beschikking zijn. Dr. Filemon benadrukt dat men moet begrijpen dat COVID nog niet weg is. We zien dat er nog steeds mensen eraan komen te overlijden. We hebben heel veel vaccin. En het vaccin is er om gebruikt te worden. En ook om de mensen te beschermen. We zijn misschien bijna helemaal uit die vijfde golf. Maar COVID is niet weg. Je kunt op de website volgen dat er nog steeds dagelijks mensen aan overlijden. Dus als je die extra bescherming kan nemen, is het dat nog steeds heel erg aangeraden. Men moet zich niet vergissen dat indien men al besmet geraakt is met het virus en een bepaalde immuniteit heeft opgebouwd, dat zo'n persoon veilig en beschermd is. Dr. Filemon zegt dat na een bepaalde tijd de antistoffen in het lichaam zullen dalen en dat men weer besmet kan raken. Terwijl het vaccin een betere bescherming biedt. Die bescherming is niet permanent. Na een tijdje gaan die antistoffen dalen in je lichaam. En ik ken mensen die bij 2-3 golven COVID hebben gehad. En sommigen hebben bij de tweede of de derde keer niet overleefd. Dus in dat je dan volledig beschermd bent omdat je 1 keer COVID hebt gehad. Het biedt een zekere mate van bescherming voor een bepaalde periode. Maar daarvoor heb je dan vaccins die die bescherming dan steeds verlengen. Vanuit ook een booster. En het kan best zijn dat ook als in het buitenland de echte risicogroep, de 60 en de 70-plussers, dat die dan misschien zelf een vierde prik over een paar maanden gaan moeten hebben. De lage vaccinatiegraad in veel landen van het Caribisch gebied moet dringend worden aangepakt om de verspreiding van COVID-19 te stoppen en de meest kwetsbaren te beschermen, waarschuwde PAHO-directeur Carissa Etienne, waarbij gezondheidswerkers en ouderen een bijzonder risico blijven lopen. Van de 13 landen en gebieden in de Pan-Amerikaanse regio die de WHO-doelstelling van 40% vaccinatiedekking in 2021 nog niet hebben bereikt, bevinden zich er 10 in het Caribisch gebied, zei de directeur onlangs op een persconferentie. Aarzeling om te vaccineren, een gebrek aan vaccinatiecentra in afgelegen gebieden, onvoldoende personeel en een beperkte infrastructuur blijven op veel eilanden grote obstakels voor vaccinatie, maar we hebben nu de middelen om tij van vaccinaties in het Caribisch gebied te keren. Nu 700 miljoen mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn gevaccineerd, zijn er concrete gegevens die aantonen dat vaccins veilig en doeltreffend zijn tegen COVID-19, aldus de PAHO-directeur. Maar de maatregelen moeten nu worden afgestemd op de behoeften van degenen die in elk land kwetsbaar blijven. In andere landen werkt PAHO samen met regeringen om ervoor te zorgen dat vaccinatiecentra zich dichter bij de mensen bevinden die ze het meest nodig hebben en dat de openingstijden gunstig zijn voor degenen die werken. Wat de COVID-situatie betreft in de regio daalde het aantal nieuwe gevallen met 28% ten opzichte van de vorige week tot 2,2 miljoen. Ook het aantal sterfgevallen daalde voor het eerst sinds het begin van de Omicron-golf tot 29.000, een daling van 9%.
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt er nog steeds gemotiveerd om zich te laten vaccineren. Er wordt ook een beroep gedaan op de essentiële personen zoals onderwijsgevenden, zorgverleners om zich vanwege hun verantwoordelijke taak te laten vaccineren. Dat zei minister Amar Ramadien van Volksgezondheid tijdens zijn live opbelprogramma Niet Zomaar een Prikje. We blijven motiveren om te vaccineren. Iedereen wordt gemotiveerd, iedereen boven 12 jaar wordt gemotiveerd om te gaan vaccineren. Kijk bijvoorbeeld naar essentiële groepen, zoals we nu het onderwijsproces hebben genormaliseerd. Dan moeten we ook een beroep doen op ouders om hun kinderen boven 12 jaar te gaan laten vaccineren. We moeten een beroep doen op de onderwijzers en het personeel op scholen om te gaan vaccineren. Want dat zijn mensen die in problemen kunnen geraken. Het zijn mensen waar er op werkplek een high risk is, kan je zo noemen. Er komen heel veel mensen op één, bij elkaar op een school. Kijken we naar de politie, de gewapende machten, het leger. Maar ook de zorgwerkers, die zeer essentiële groepen zijn. En eigenlijk mag je deze korpsen niet verliezen in het land. Anders maak je jezelf kwetsbaar voor vervelende situaties. Maar de aanbevelingen die zullen blijven bestaan. De motivatie zal blijven bestaan om te gaan vaccineren. En zo doen we een beroep op ieder. De overheid heeft de verantwoordelijkheid uiteraard om een gedegen beleid te voeren voor wat betreft COVID-19. Aan de andere kant moeten we ervoor zorgen dat we ready zijn voor de eventuele nieuwe golf. Mm-hmm. En dat zijn we. We hebben, kan ik stellen, genoeg testen, we hebben genoeg materiaal, we hebben genoeg PPE, we hebben genoeg vaccins. Noem het maar op. Onze zorgwerkers uiteraard, die zijn ook uitgeput, kan je zeggen, van golf naar golf. Maar daarom is het juist belangrijk dat wij een goede vaccinatieprogramma hebben. We hebben genoeg vaccins, zei ik al net. Nu bij natuurlijk 25.000 Pfizer-vaccins in voorraad, goed opgeslagen. Met een vervaldatum van 6 maanden van nu. Dat betekent dat we volop moeten gaan vaccineren. En dat is ook de strategie. Alhoewel het ministerie ook kijkt naar het effectief vaccineren. Dus het strategische locaties hebben binnen je bestaande werkarm om te vaccineren. U is bekend dat BOG, de RGD en de medische zending de standaard werkarmen zijn van het ministerie van Volksgezondheid als het gaat om preventie. Dus dat zijn nog steeds de belangrijkste instituten. We hebben het zorghotel, daar wordt er ook gevaccineerd. En we gaan uiteraard ook kijken naar wat particuliere artsen. En we gaan kijken naar de strategische locaties per instelling. In hoeveel districten gaan we blijven vaccineren. En alle districten uiteraard, maar op hoeveel plekken bedoel ik. Dus de bedoeling is dat wij strategisch gaan vaccineren en effectief onze vaccins gaan toedienen. Gekoppeld uiteraard aan een communicatieprogramma, een voorlichtingsprogramma. Waarbij we het nieuwe traject van COVID-19 moeten gaan uitleggen en incorporeren daarin. Dus dat is nog een hele grote uitdaging voor het ministerie van Volksgezondheid. Mensen zeiden nog vandaag aan mij op een grappende wijze, ja, met het opheffen van de lockdown en andere zaken is uw werk afgelopen. Ik zeg nee, uiteraard niet. Nu begint het werk, want je moet die samenleving gaan voorbereiden op het feit dat COVID-19 geaccepteerd moet worden als er zijn een ziekte die voor altijd zal blijven bestaan. En net zoals we malaria hebben, tuberculose, dengue en andere ziekten, HIV, zijn allemaal ook infectieziekten die blijven bestaan. En weliswaar lijkt het alsof deze ziekten dan geen aandacht krijgen, maar zo zal COVID-19 ook tot een van deze ziekten behoren. En zal ook vallen onder een van onze preventieprogramma's, een van onze beleidsprogramma's op het ministerie. Ik wil u nogmaals eraan herinneren dat COVID niet weg is en dat er dagelijks nog steeds besmettingen plaatsvinden. Blijft u ten alle tijde de Mohana-maatregelen afnemen. Hiermee zijn we voor vandaag aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Het was weer eens genoegen u dit journaal te mogen presenteren. Tot de volgende aflevering. Utambung.